Zacht begint te praten, dat het dan binnen 5 seconden... Ik heb ooit eens een stage in het onderwijs gedaan. En de truc van die docent daar, als je heel zacht ging praten, dat hielp. Fijn dat u er weer bent na de pauze. Ik hoop dat u ook een bezoek heeft gebracht aan de beursvloer en daar allerlei nieuwe zaken heeft opgedaan. Wij gaan naar een belangrijke gast vandaag. En ik ben blij dat ze er is. Zij is eigenlijk, heeft ze onlangs gezegd op Omroep West, één van jullie, het liefst. Door de wijk fietsen en zaken doen met mensen, korte lijnen. Dat is het allerfijnste wat er is. Ze is ook iemand die de nationale nog uit haar hoofd kent. Ik zal het u niet vragen, maar volgens mij moet het zo zijn. Makkers ten laatste malen, tot de strijd u geschaard. Ja. Kijk aan. Volgens mij is ze ook immer invoelend. Maar kan ze ook Den Haag op zijn kop zetten met het Q-woord. Hoe staan wij ervoor? Hoe kijkt ze zelf naar het proces? Wat verwacht ze van ons, van u de zaal? En wat mogen we nou eigenlijk andersom verwachten? Mag ik een groot applaus voor Jetta Kleinsma? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn nogmaals dat u er bent. Want ik zei net, u leeft zo'n beetje op congreskoffie volgens mij. Ja, er is niks mis mee hoor, met congreskoffie. Absoluut niet. Maar dat is natuurlijk ook fijn, dat je door het hele land heen overal mensen kan ontmoeten. En vandaag is dat iets minder fijn, want ja, ik kom hier binnen rennen, dames en heren. En ik moet ook meteen weer terug, want in Den Haag is toevallig vanmiddag weer van alles aan de hand. Maar ik wilde toch wel heel graag hier even jullie in ieder geval zien. En ook weer even voelen hoe het is om met alle Divoza mensen te verkeren. Dus, ik kan vertellen alvast dat het goed met ze gaat. Kijk. Want dat hebben we wel geconstateerd. Maar ze maken zich ook zorgen. Ja. En van de week sprak ik voor BNR met 4 wethouders. Die zijn allemaal gemotiveerd. Maar ze zijn ook geïrriteerd, want ze weten nog niet waar ze mee aan de slag gaan. Ja. Wat ze kunnen aanbesteden, wat voor plannen ze moeten maken. Welke kleine toezegging in de korte tijd die u hier bent, kunt u doen om die mensen wat minder geïrriteerd en bezorgd te maken? Ja, de wethouders hebben zelf gisteren een grote stap voorwaarts gemaakt. Mm-hmm. Want toen was het VNG-congres. Precies. En dat was ik eerder gisteren. En daar is een resolutie aangenomen op dat congres, wat het mogelijk maakt, ik zeg het allemaal nog voorzichtig, mm-hmm, dat die stappen voorwaarts nu ook echt tot stand komen. Want die resolutie zegt, nou ja, als het kabinet samen met de VNG kan optrekken, dan kunnen we daarna samen met de sociale partners, hè, werkgevers en werknemers, vanuit de werkkamer de boel echt goed uitwerken. Zodat per 1 januari 2015 gewoon glashelder is hoe er gewerkt kan worden. Over glashelder gesproken. Hebben de gemeenten een punt als ze zeggen, die 13, niet ideeën, maar echt werkelijk voorwaarden, die moeten eerst, daar moet aan voldaan worden voordat we verder zaken kunnen doen? Hebben ze daar gelijk in? Nou ja, die 13 punten, dat is een soort waslijst. En een aantal van die punten. Ja. Een aantal van die punten. Nou, dat iets op een A4'tje past in dit verband, vind ik al heel knap. Ja, ik ook. Ja. Dat is echt zo'n verlanglijst. Ja. Ja, dat is. Maar, alle gekheid op een stokje. Kijk, we hebben natuurlijk ook in de opmaat naar het VNG-congres wel een beetje verkend, hè, hoe je met elkaar zou kunnen verkeren. Mm-hmm. En het gaat er dus nu om dat we van die 13 punten over en weer weten dat ze echt uitgewerkt moeten worden. Maar dat wisten ze toch eigenlijk ook al? Jawel, maar het is, maar ik snap wel dat de wethouders, ik bedoel, u zei het al net, dat de wethouders, want ja, ik ben zelf ook wethouder geweest, dat die natuurlijk wel
met argusogen kijken naar wat er nu allemaal gebeurt. Ook weer in de context van het sociale akkoord. Dus ik vind het ook hartstikke goed dat de VNG daar heel nauwgezet een antwoord op heeft gedicht. En ja, zo is het natuurlijk altijd. We moeten altijd met z'n allen samen aan de slag. We komen er wel uit, heeft u daarover gezegd. Ja, en ik ga af en toe even dwars door uw verhaal. Ja, ook omdat we kort moeten. Ja. U zegt, we komen er wel uit. Welk actiepunt koppelt u daaraan, wat u misschien niet hupsakee voor allerlei camera's zegt, maar wel in dit gezelschap? We hebben even geconstateerd, er zitten geen journalisten in de zaal. Welk actiepunt praktisch koppelt u daar zich voor uzelf aan? Met wie gaat u praten of lobbyen dat die verlanglijst, nou ja, voorwaardenlijst, ook verzilverd wordt? Ja, nou, ik heb natuurlijk nauw contact met Annemarie Jortsma en Jan Hamming. Jan Hamming is de voorzitter van de club. We kennen hem. Sociale zaken en werkgelegenheid. We gaan nu gewoon heel goed bekijken wat dan vervolgens met de sociale partners moet worden afgestemd. En dan gaat het echt niet om de 13 punten integraal, maar dan gaat het natuurlijk vooral om in die werkkamer, aan die grote tafel, om dingen als, hoe doe je dat nou met het indiceren van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die een uitkering komen aanvragen? Hoe doe je dat nou met die samenwerking die we werkbedrijf noemen in je regio, je arbeidsmarktregio? Ja, dat zijn natuurlijk toch zaken die echt eerst nu uitgekristalliseerd moeten worden. Ja. Want de dikke meerwaarde van het sociaal akkoord is dat er nu wel plekken voor mensen zijn die arbeidsbeperkingen hebben. En die ene regel, komt die er wel of komt die er niet? Welke ene regel? Voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Oh, je bedoelt de ene. Dat je gewoon vanuit één groep kan redeneren, dat bedoel je. Hè? Ja, ja, natuurlijk, die hoort er onlosmakelijk bij. Want als je niet voor mensen die bij jou aan de poort kloppen, en dat is zo bij sociale diensten, als je niet voor die mensen heel nauwgezet kan kijken naar wat is voor jou nou specifiek de echte goede plek en welke begeleiding en welke loonaanvulling heb jij nou nodig, dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Dus gemeenten moeten echt beleidsvrijheid hebben, daar sta ik ook voor. Mm-hmm. En vervolgens moet in de context van die werkkamer heel goed gekeken worden naar welke instrumenten geef je dan aan gemeenten, zodat die ook echt aan de slag kunnen. Zijn het instrumenten of zijn het regels? Het zijn per definitie instrumenten. Kijk, ik vind altijd dat wetten instrumenten moeten zijn. Want anders dan wordt het nooit wat. Kijk, daarom kom ik ook altijd graag de attributen voor die wetten ophalen bij de mensen die het echt moeten doen. Want ik kan wel wetten maken dan in Den Haag, maar als de mensen achter de loketten er helemaal niks mee kunnen, dat is natuurlijk vrij hopeloos. Als het gaat, en ik ben altijd zeer positief ingesteld, dus ik geloof er van harte in dat deze mensen ontzettend gaat lukken om al die nieuwe taken goed te doen, om die dienstverlening te professionaliseren. Mag ik u heel persoonlijk vragen, waar zit u het meest over in? Wat vindt u het meest spannend aan dit hele gebeuren? Nou, ik denk dat als je redeneert vanuit mensen, hè, gewoon vanuit mensen, dat het dan misschien het moeilijkst is om voor die mensen een soort eenduidig beeld toch overeind te houden. Want, en dat is ook de grote opgave voor clubs zoals Divoza en Cedris en de VNG. Hè? En overigens ook voor de vakbewegers en voor de werkgevers. En ook voor het hele kabinet, om het allemaal even af te maken. En voor de Tweede en Eerste Kamer niet te vergeten. Want zo werken we altijd maar allemaal even samen. Maar de grootste ingewikkeldheid is natuurlijk wel, hoe zorg je er nou voor, als die mensen bij jou in de regio aankloppen, dat die mensen in ieder geval een soort van zekerheid hebben over hoe ze bejegend worden. Dat ze een soort van zekerheid hebben, niet in de zin van een recht, maar wel in de zin van het meetoppen door de gemeente, door de sociale dienst. Dat ze goed geholpen worden. Dat ze ook geen schroom hebben om naar jullie toe te komen. Wat is het grootste vooroordeel wat u op het VNG-congres heeft gehoord, wat u hier even recht wilt zetten? Welk idee hebben wij van die nieuwe participatiewet? Ja? Ja, nou, dat het weer een soort van blauwdruk zou moeten worden. Template, we hebben hem vaker gehoord. Ja, dat het een keurslijf zou gaan worden. Kijk, en daar ben ik zelf per definitie niet van. Want het mooie aan lokaal bestuur is nou juist,
dat je voor mensen dat maatwerk kan leveren. Het is wel een soort van algemene platitude, maar het is echt waar. Dus ik vind het ook zo belangrijk om dat instrumentarium daarop te enten. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het dilemma dus, wat ik net schetste, dat alle mensen in Nederland die de gemeente nodig hebben, ook voor de schuldhulpverlening en de armoedebestrijding, dat al die mensen ook een beetje op zoek zijn naar, wat is dat dan? En hoe ziet dat eruit? Mag ik wat eerlijk zeggen? Eigenlijk willen ze ook gewoon nog meer duidelijkheid, ja, van u ook. Ja. Ja. En dat hebben ze nog niet. Nee, maar het grappige is, dat is ook leuk maar om te weten. Maar zo grappig vinden ze het nu nou, altijd. Nou ja, dat is zo mooi aan ouder worden. Kijk, ik ben nou al behoorlijk oud geworden. En het grappige vind ik dus, dat dit ook echt iets is van alle tijden. Want aan de ene kant wordt aan mij gevraagd, ga in hemelsnaam alstublieft met iedereen wel goed in gesprek, mm-hmm, om ervoor te zorgen dat die regels die je nou aan het maken bent ook echt uitvoerbaar zijn. Maar we willen ook al vrijheid. Ja, en we willen ook gewoon eigenlijk eenduidigheid en eigenlijk wel dat keurslijf, want dan is het maar gewoon helder. Hoe frustrerend is dat? Nou, ik hou daar wel van. Oké, okay, gelukkig, ja, maar. Ja. Dat ik met een blij iemand aan tafel zit. Nou ja, nee, maar serieus. Ja. Kijk, die bijdrage van mensen naar mij toe, die komen gelukkig. En tegen mijn medewerkers zeg ik dan, nou, we moeten gewoon kijken hoe we dat in elkaar kunnen puzzelen. Dat is mijn vak. Ja. En als we dat op een goede manier kunnen doen, dan is het voor Nederland gewoon zaak om de zaak en eenduidig te presenteren en tegelijkertijd te zorgen dat de beleidsvrijheid niet onder de tafel wordt weggemoffeld. Een van die puzzelstukjes is nog een kamerbrief die eraan komt. Ja. Ik ga u niet vragen wat er precies allemaal in die brief staat, want dat kunt u mij ook niet zeggen, neem ik u ook niet kwalijk. Eén punt uit die brief, want de ruwe versie zit te lang in uw hoofd. Eén punt uit die brief en ook wat u absoluut aan de zaal wilt meegeven. Nou, kijk, die Kamerbrief. We hebben in januari een brief aan de Kamer gestuurd. En dat waren de contouren van de participatiewet en de quotumwet. Want die quotumwet komt er ook gewoon, hè, dat we dat nog even goed weten met z'n allen. De stok achter de deur, die maak ik wel, even voor de zekerheid. Maar het allerbelangrijkste punt in die brief wordt, en dat is ook de dikste meerwaarde van het Sociaal Akkoord, dat de medewerkers van de sociale diensten en de werkbedrijven er echt op kunnen blind varen dat er nou ook echt plekken komen voor mensen. Want dat was natuurlijk gewoon de ellende altijd. Mm-hmm. Dat mensen met beperkingen wel heel graag wilden meedoen, maar dat het hartstikke moeilijk was om bij werkgevers voldoende plekken te vinden. En gelukkig is het zo dat gemeentebestuurders al wel korte lijnen hebben soms met werkgevers, maar het is nog veel te weinig. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat Bernard Wintjes heeft gezegd, nou, we maken gewoon die 100.000 plekken voor mensen. Dat de overheid ook heeft gezegd, bij monden van Stef Blok, zal ik maar zeggen, we maken die 25.000 plekken voor mensen met beperkingen bij de overheid. Dus dat zijn 125.000 plekken in totaal. En dat is natuurlijk de meerwaarde van het Sociaal Akkoord. En die quotumwet die komt er om, wanneer dat onverhoopt niet zou gaan gebeuren, onverhoopt, maar ja, werkgevers moet je niet altijd, roep ik maar, op de mooie blauwe ogen geloven. Er zijn er heel veel hartstikke goeie hoor, maar het geldt niet voor alle werkgevers. Dat we dan wel de thermometer erin kunnen stoppen en dat we dan, als er niet voldoende plekken komen, we nog alsnog een boete kunnen opleggen. Dat vind ik wel belangrijk. Helder. Misschien is het omdat ik me ontzettend woest heb ingelezen, maar dat van dat Q-woord, om het zo maar te zeggen, dat was mij al redelijk helder dat die wel komt, die stok achter de deur. Ja. Dank u. Ja. Nu wilde ik nog iets nieuws uit de Kamerbrief. Oh, nee. En dat is niet flauw bedoeld, maar ook ter geruststelling en voor de komende 2 dagen om constructief aan de slag te gaan. Welke regel, en dan beperk ik u tot een tweet, om het zo maar te zeggen, of 2... Wat komt daar nog verder in te staan? Daar ben ik echt benieuwd naar. Nou ja, deze Kamerbrief die strekt ertoe, en het is ook niet flauw bedoeld van mij, die strekt ertoe om aan te geven wat er nou veranderd is ten opzichte van de oude brief van januari. Juist. Omdat het sociaal akkoord is afgesproken. Ja. En dat spitst zich natuurlijk toe op een aantal zaken. Dat is het feit dat die plekken er komen. Dus dat komt prominent in die Kamerbrief. Dat is 1 tweet. Het feit dat quotumrecht overeind blijft. En ook de manier waarop we dat gaan doen. Dat is het tweede. Het feit dat we nu
als gemeenten en Rijk samen als overheden, samen met de sociale partners in conclaaf gaan. Mm-hmm. In werkkamerverband en in werkbedrijfverband in de context van de arbeidsmarktregio's. Dat is nieuw ten opzichte van de oude brief. En dat de gemeente daar ook een grote, misschien wel de grootste rol stemming in heeft. Krijgen? Ja, want die zijn erin natuurlijk de voorzitter. Precies. Hè? Dus die, kijk, die krijgen ook de middelen over en wie betaalt, bepaalt. Ja. Dus dat weten de sociale partners ook. Heel goed, helder. Nogmaals, ik vond het fijn om even zo te weten wat u daar dan over wilde zeggen. Ik kijk even naar de klok, want u moet inderdaad zo direct weg. Dus ik moet even naar de allerbelangrijkste vraag. Regeren is vooruitzien, meten is weten is ook zo'n fantastische tegeluitspraak. We hebben het zo net al even gehad over die benchmark. Wordt dat, als het aan u ligt, het instrument om die reality check te doen en te kijken hoe het beter kan? Hoe kijkt u naar die ontwikkeling? Nou, dat is ook, denk ik, echt een mooi ding om samen met de mensen in de zaal eens te doorgronden. Want we moeten natuurlijk elkaar niet steeds ook bureaucratisch bezig willen houden in het afrekenen. Hè? Dus, maar het is niet afrekenen, het is meten. Ja, weet ik. Ja. Maar de Tweede Kamer vraagt natuurlijk ieder jaar stevast. Ja, hoe gaat het dan daar in die gemeenten? En Jetta, in Nunspeet gaat het zo en in Harderwijk gaat het zo. En dat is toch geen gezicht? Want die doen het heel verschillend en moet je nou niet ingrijpen? En dan zeg ik stevast, nee, ik grijp niet in. Maar ja, als mensen in Nederland echt tussen wal en schip zouden raken, omdat gemeenten in gebreken blijven, mm-hmm. Ja, dan moeten we natuurlijk wel elkaar spiegels voor kunnen houden. En dat vind ik het mooie van die FOSA. Dat is één brok spiegel, zou je kunnen zeggen. Want jullie zijn ontzettend bezig om elkaar ook de mooie dingen te laten zien. Ik heb gisteren een debat gehad in de Tweede Kamer over de WWB, de Wet Werk en Bijstand. En daar kregen we eerst een petitie aangeboden vanuit de vakbeweging en vanuit mensen die zich echt onheus bejegend voelen binnen die WWB, omdat ze tegenprestaties moeten leveren. Mm-hmm. En dan wordt natuurlijk aan mij gevraagd, ja, wat is dan de tegenprestatie? Ja, en de tegenprestatie is natuurlijk ook voor heel veel, inzicht vatbaar. Ja. Ik bedoel, wat is de tegenprestatie? Als je 40 uur aan het, washandjes vouwen in jouren. Ja. En dat je dan niet eens meer tijd hebt om te solliciteren, nee, of een cursus te doen. Nou, dan zijn we, denk ik, aan de andere kant van het geheel bezig. Dus dat moeten we niet doen. Maar wat is het dan wel? Nou, dan zeg ik, dat gaan we nu proberen met z'n allen echt ook vorm te geven, zodat de 408 gemeenten ook weten wat ze van hun mensen kunnen vergen. Mm-hmm. En dan heb ik natuurlijk de expertise van die FOSA en de VNG brood nodig om dat inzicht te kunnen verschaffen. Dus het mooie aan dat spiegelen is dat je niet alleen maar een zwart boek dan op tafel hebt, maar ook een wit boek met goede voorbeelden. Ja, en verdrijvingen van de arbeidsmarkt, het zijn toch allemaal zaken waar iedereen zich over moet buigen, inclusief u. Ja. Ik heb nog twee vragen en dan mag u weer naar Den Haag. Het is zo kort tijd, ja. Eerder heeft u ook geschreven in het document, ja, die gemeente moet professionaliseren. En we gaan het hebben over kleine schaal, over grote schaal. Maar één ding is helder, die klantmanager en ook andere banen, dat moet goed geladen worden, om het zomaar te zeggen. Zeker. Wat moet er dan absoluut veranderen? En niet als in we slaan de sector om de oren, maar welk profiel wilt u daar nou bij die professionals? Dat vond ik net wel mooi van die twee honden, dat filmpje. En hier zijn ze ook. Het is natuurlijk niet zo dat per definitie het een grote hond moet zijn. Of dat je alleen maar dicht bij je mensen kunt komen als je een klein hondje bent. Want die schaalgrootte, daar praat je dan over, die is natuurlijk, die moet bij iedere taak opnieuw tegen het licht worden gehouden. Ik bedoel, sommige dingen moet je op landelijk niveau doen, sommige dingen zelfs op Europees of wereldniveau, maar sommige dingen ook op dorps- of wijkniveau. Ik denk dat we daar helemaal geen verschil van mening over hebben. Maar als je nu deze wetgeving, dus voor de, zeg maar toch de onderkant van de arbeidsmarkt, goed wilt implementeren, dan zul je ook als gemeenten en als medewerkers van gemeenten over je gemeentegrenzen heen moeten willen en durven kijken. En dat gebeurt al heel erg. Mm-hmm. Dat vind ik ook hartstikke mooi om te zien. Dus de werkpleinen hebben vorm gekregen. De arbeidsmarktregio's worden steeds steviger verankerd. Dus dat is heel mooi. Maar
het is wel goed als dat nog een stapje verder gaat. En als ook de interactie in die arbeidsmarktregio's met de rest van de wereld, dus de werkgevers, de werknemers en het UWV, dat zijn dan natuurlijk de eerste stakeholders, maar je kunt ook denken aan de uitzendbureaus en nou ja, alles wat erbij komt. Ik heb daar twee voorbeelden bij, als ik u mag onderbreken. Het eerste voorbeeld is dat ik laatst een congres had waarbij er iemand van sociale zaken en iemand van economische zaken, die twee zaten naast elkaar en die vertelden apetrots aan mij dat ze nu samenwerkten. Ja, het is bijna verdrietig. Ja, ik viel van mijn stoel. Dat mag niet meer gebeuren vanaf... Nee, natuurlijk niet. Maar zo treurig is dat ook weer niet, hoor. Want ja, kijk, in die colleges van BMW en ook in de stadhuizen, in de gemeentehuizen, zie je natuurlijk dat collega's elkaar echt al sinds decennia vinden. Dus we moeten ook weer niet zo overdrijven. Het tweede voorbeeld, als ik u dat nog mag voorleggen. Mag ik hem nog even afmaken? Want de dikke uitdaging wordt dus, dat zegt u terecht. Ja, maar dat moet jij ook jij zeggen. Het lijkt me een goed idee. Dat is echt de essentie. Dat nou zo meteen de lol van die brede decentralisatie door de gemeente ter hand wordt genomen. Ja. En dan spreekt toch even de oude wethouder. Kijk, ik was voorheen van de zorg en van het welzijn, maar later ook van financiën en van kunst en cultuur en zo. En we zijn met z'n allen, dat is wel nog een puntje, toch wel gewend om vooral ons eigen beleidsonderdeel hoog in het vaandel te hebben. Terwijl als je vanuit mensen redeneert, en dat is nou juist de lol van deze decentralisatie, dat je dan veel meer op die collegetafel al, en daarna natuurlijk ook bij alle mensen die het moeten uitvoeren, tussen je oren moet hebben en op je netvlies, dat die mensen in één vloeiende beweging die hulp nodig hebben. Want dus, wat ik aan u merk, en dat vind ik leuk aan u, en daarom durf ik ook vragen te stellen die totaal niet op papier stonden, zeg ik er eerlijk bij. U heeft weinig angst. Ik hoorde iemand zeggen gisteren bij het diner, een goede manager is niet bang dat zijn of haar kop rolt. Nee. Die heeft een visie en zijn eigen belang of zijn eigen pensioen, wat daar nog maar van over is. Ja. Dat... Ja, ik ga ook over de oude dagvoorziening ook kreunen. Maar... Ja. Dus als we het daar ook nog over kunnen hebben. Ja, zo meteen. Ja. Nee, ik ben ZZP'er geweest, dus dat wordt niks. Nee, nou, daar ben ik weer bezig nu. Nee, ik heb net mijn... Okay. Mijn stiefzoon heeft mij beloofd een mantelzorghuis van Lego voor mij te bouwen, dus dat komt helemaal goed. Mooi. Maar moeten we daar naartoe dat er minder angst is? Want het andere voorbeeld is namelijk iemand die... Nou, laten we zeggen, een groot talent bij een gemeente ergens in het noorden. Ja. Daarvan weet ik dat hij vertrekt. Want zijn baas die zegt, joh, af en toe thuiswerken en je gaat heel veel de deur uit en je bent aan het netwerken. Ik heb helemaal geen zicht op wat jij doet. Ach, jee. Dat dacht zij ik ook, precies zo. Ja. Is dat ook zo'n kwalijke zaak? Val ik daarvan alleen van mijn stoel? Of zegt u ook, ja, maar juist die mensen moeten we hebben die de deur uit gaan, die kaartjes uitdelen? Is dat het een beetje? Nou ja, ik ben zelf ook nogal uithuizig. Ja, dat was mij al opgevallen. Ja, dus kijk, als Mark Rutte bij mij op de deur klopt op sociale zaken, dan ben ik heel vaak niet thuis. Nee. Ja. Maar is dat, ik bedoel, het is een beetje gekscherend nee, zo, maar... Nee hoor, nee. Maar je hebt even alle gekheid op een stokje. Je hebt groot gelijk. Want ik heb altijd gemerkt, ook toen ik wethouder was, maar ook nu weer op sociale zaken, dat het ook zo mooi is om als bestuurder en als ondersteuners juist op pad te zijn. Want als je met eigen ogen de mensen tegenkomt die hulp nodig hebben... Hè, of die weten hoe je die hulp goed implementeert, omdat ze dat in een gemeente altijd het wiel hebben. Ja, ja. Dan is dat ook voor jouzelf zo'n opsteker. Kijk, ik krijg waanzinnig veel energie altijd van de gesprekken met mensen. En nou ja, dan kan ik die energie weer gebruiken om wetten te maken. Want dan krijg je niet onmiddellijk energie van. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, nee, ik heb geen tijd voor die netwerkbijeenkomst. Want mijn klanten gaan voor. Ja. Poeh, dat is wel een dilemma. Ja, want dat laatste is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Hè? Dus... Maar daar moet toch een mooie balans in te vinden zijn. Ja, dan wordt dat onze gemeenschappelijke ambitie. Er is één vraag, die hebben we wel afgesproken, dus die moet ik ook nog even stellen. Want u wilde een compliment geven aan de zaal en ik was ook benieuwd wat u van hen verlangt. Nou, kijk, ik vind het altijd fijn om het Divosa-congres te mogen bezoeken. En...
Nou ja, ik zit er nu alweer een half jaar. En ik heb natuurlijk 3 jaar geleden ook op dit plekje gezeten. En ik ben toen door velen van u ontvangen. Ik kwam net de directeur uit Venlo tegen. Die zit je nog ergens? Ja, er is geen zaallicht. Maar hij zal nu wapperen met een hand, neem ik aan. En toen ik 3 of 4 jaar geleden richting Venlo ging, toen heeft hij een prachtig huwelijk gesloten met het UWV. Op zijn werkplein, met een grote bruidstaart, met allemaal etages. Ik zie het nog zo voor me. Kijk, en daar gebeurt het natuurlijk. Dus jullie doen het met z'n allen. En doe me nou groot plezier. Als jullie in de praktijk dingen tegenkomen waarvan jullie denken, ja, die Kleinsma moet dat weten, want haar regels, die zijn te strak of niet strak genoeg of net verkeerd. Als ze even een andere boegbeet pakt waarover ze de handel kan gooien, is dat veel fijner. Dan hoor ik dat graag. En ook in de interactie tussen mij en mijn collega's. Hè, want jullie, ik doe nou een appel op jullie om met de collega's gewoon enthousiast de handen in elkaar te slaan. Maar ik moet natuurlijk met Martin van Rijn ook sporen. Dat doen wij ook hoor. Proberen we echt enorm te doen. Maar als jullie daar nog lumineuze ideeën over hebben, ook graag. Dus ja, weet mij te vinden. Ik bedoel, het is gewoon jkleinsma@sw.nl, dat is niet zo moeilijk. En laat mij weten wanneer jullie inderdaad die ideeën hebben. Dus om dat huwelijk te redden, je moet nooit met ruzie gaan slapen, zeggen wij thuis altijd. Of het nou met een briefje op de koelkast is of even direct, maar ja, spreek het uit. Gewoon laten weten. Dat en u doet daar wat aan. Nou en of. En dan nog als allerlaatste uitswinger, als het nog even ja, mag. Ja, zeker. Kijk, dit ging nou vooral over de participatiewet en over de WWB en de quotumwet. Maar jullie hebben ook de schuldhulpverlening en de armoedebestrijding onder jullie hoede. En ook daarvan zou ik echt willen zeggen, praat mij goed bij. Vertel wat er in de praktijk echt aan de hand is. Want ik zie natuurlijk dat in deze ingewikkelde tijden buiten met die economische crisis er heel veel op jullie afkomt. Dat heel veel mensen waarvan we vroeger nooit gedacht hadden dat die met schulden geconfronteerd zouden gaan worden, dat die dat nu wel onder ogen moeten zien. Dus als jullie daar ideeën over hebben, ook graag. Voor deze jaarschijf heb ik nog 20 miljoen bij elkaar kunnen sprokkelen. Ik zie vrijwilligers al die daar... ja, nee, maar dat is natuurlijk heel uitzonderlijk, want dit kabinet kan eigenlijk nergens extra op investeren. Maar doet dat nu wel voor... Het is misschien maar een klein beetje, maar het is in ieder geval wel weer een slokje op een borrel. Waar gaat het naartoe, dat geld? Nou ja, naar de gemeenten wat mij betreft. Maar wat u betreft nog even iets specifieker? Nou, armoedebestrijding onder kinderen. Okay. Dus, want dat blijft natuurlijk gewoon met stip op één staan. Dus ik ga ook met stichtingen als Leergeld en de Cultuurpas voor Kinderen en de Sportpas voor Kinderen praten om te kijken hoe we dat zo snel mogelijk bij die kinderen kunnen krijgen. En preventie zit daar? Ja, nou en of. Dus dames en heren, ik zou zeggen, kom op met uw ideeën en dan probeer ik ze gewoon te vertalen. En dank je wel dat jullie er gewoon iedere dag weer staan. Mooi. Dank je wel. Okay. Dankjewel. U gaat naar Den Haag. Ik was nog wel even benieuwd, wat staat er zo hoog op de agenda? Moeten we nog iets weten voor de komende 2 dagen? Of is het, Nou ja, morgen heb ik de WWB in de ministerraad. Dat zijn de maatregelen WWB en dan moet het naar de Raad van State. Dus dat is altijd wel een klus. Dus dat ga ik vanmiddag ook verder voorbereiden. Ja, en verder zijn er allerlei bezoekers die vanmiddag bij me langs komen over tal van zaken. Ja, en daar moet ik natuurlijk ook gewoon... En vanavond heb ik het bewindspersonenoverleg. Dus kortom, nou ja, we hebben lekker u bezig. U heeft op Omroep West gezegd, ik zou nog wel eens willen ruilen wellicht. Maar ik weet niet of de vraag andersom ook zo geldt. Dus volgens mij spreek ik namens de zaal als ik zeg hulde voor al uw werkzaamheden in deze tijd. Niet zo. Maar nee. Succes. Oké. Dat lijkt mij lastig. Dag. Dank u wel.